geloof heel sterk in een soort ripple effect. Een kleine steen in het water kan een heel groot effect hebben. Voor mij is ondernemen een middel om impact te maken. En dus hoop ik dat ik zowel op individueel niveau als op organisatieniveau dingen in beweging kan brengen die een groter effect hebben rondom mij. In het dagelijkse leven ben ik CEO van Springbok, een digitaal en creatief bureau uit België en Nederland. Ik heb het bureau ook opgericht 10 jaar geleden. En daarnaast heb ik een yogastudio in Antwerpen. En daar steek ik ook wat tijd in. Ik ben heel bewust bezig met energie, waar ik energie verbruik en waar ik energie van krijg. Meditatie en yoga helpt mij heel fel om balans te houden met een drukke baan of opdracht bij Springbok. Maar ook op elk moment in de dag ga ik goed bij mezelf blijven. Ik moet voor mijn werk mij heel vaak verplaatsen, omdat we verschillende kantoren hebben, zowel in België als Nederland. En voor mij betekent mobiliteit de verplaatsing zo goed mogelijk te doen, zo ontspannen mogelijk, maar ook zo efficiënt mogelijk en tegelijkertijd zo duurzaam mogelijk. Ik rijd met een streumer omdat het een heel goed alternatief is voor de auto. Ik gebruik hem om naar mijn werk te rijden en het kost mij evenveel tijd, maar het laat me wel toe om in de buitenlucht te zijn. Wat ik heel fijn vind aan de streumer is dat je met een minimale inspanning heel snel tempo kan maken. Dus het voelt gewoon heel ontspannen om daarmee te rijden. En het gevoel van snelheid is echt een heel fijne sensatie. Zeker als je naar huis rijdt, dan maakt het je hoofd leeg. Duurzaamheid betekent dat je dingen gaat beslissen die ook voor de komende generaties nog goed zijn. Ik denk dat de bedrijven heel veel impact kunnen hebben. Binnen de context van Springbok proberen onze klanten richting een duurzame toekomst te helpen. Omdat merken kunnen heel veel goed doen voor de maatschappij en de planeet als ze de juiste dingen gaan doen. Ik denk dat technologie ons kan helpen om meer duurzame keuzes te maken ook. Maar bijvoorbeeld het internet op zich is een van de meest vervuilende zaken die er zijn en komt ongeveer overeen met de luchtvaartindustrie. Maar waar wij dan als Springbok naar gaan kijken is hoe kunnen we bijvoorbeeld het webdesign of de webontwikkeling meer duurzaam maken door bepaalde technieken toe te gaan passen. Ik denk, wij kijken naar duurzaamheid in de breedste zin van het woord. En ik denk ook dat we vaker gaan overschakelen op verschillende manieren van transport, afhankelijk van welke afstanden we moeten afleggen. Dus een combinatie maken van fietsen, tram, step, dat is denk ik de toekomst. Dus het gaat niet enkel over milieu of klimaat, maar het gaat ook over duurzaam naar de maatschappij toe, naar de mensheid eigenlijk.